Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schapers, Ome en Brabant Groen. Dit is de Kletspet. Iedere week stellen we actuele vragen aan mensen in Oosterhout. In Amerika kun je in sommige steden al rijden in een taxi zonder chauffeur. Zou u in een zelfrijdende taxi durven stappen? Niet per se, nee. Nee. Want? Ik heb toch heel veel vertrouwen in de mensen en niet zozeer in de computers. Ja, wanneer zou u wel erin durven stappen? Als heel goed aangetoond is 5 jaar lang dat alles goed is? Oh, ik heb er echt nog nooit over nagedacht, meneer. Nee. Ik heb hier namelijk ook staan. Hoe ziet de toekomst van de autonome automobiel eruit volgens u? Ik heb heel toevallig iets gehoord over dat Nederland autovrij moet worden. Of dat er alleen nog maar deelauto's in de steden zijn. En op het platteland mag dan wel nog gereden worden, elektrisch. Elektrisch, heb ik ook gelezen. Ja, maar toen dacht ik van, oh ja, zou kunnen. Maar ik heb een fiets, dus ik denk er ook niet zoveel over na. Stel nou dat je een afweging moet maken van, nou, hey, met een Tesla zonder chauffeur is het hartstikke goedkoop. Stapt u er dan toch in? Ondanks dat openbaar vervoer veel duurder is. Nou, misschien zou ik dat dan toch willen proberen, ja. Er wordt ook al geëxperimenteerd met zelfrijdende raceauto's, net zoals bij Max Verstappen. Is dat nou leuk? Is het dan onzin of is dat een toevoeging? En zou u naar zo'n race gaan kijken? Ik denk dat het racen, dat zie ik een beetje net als, ik ben totaal niet van de Formule 1, maar als ik dan denk aan bijvoorbeeld de Tour de France, de lol zit hem in de mensen die eraan meedoen en niet aan de autootjes die rijden. In Amerika kun je sommige steden al een taxirit maken zonder chauffeur. Zou u in een zelfrijdende taxi durven stappen? Nee. Want? Voorlopig niet, heer. Laat eerst maar eens verder ontwikkelen. Lijkt me heerlijk. Ja? Ja, ja, heeft u er een? Ja. Nee, daar kan de RTS zich nog niet veroorloven. Durf het, ja. Zonder chauffeur? Ja, tuurlijk. Oh, ik ben nergens. Als je ergens hier naartoe rijdt. Ik bedoel, de zelfreizende taxi is toch niet zo dat hij overal tegenaan botst? Nee, dat klopt. Veel mensen zijn bang omdat er geen chauffeur in zit. Nee, je chauffeur kan ook helemaal fout rijden, dus dat maakt niet uit. Zou u in een zelfrijdende taxi durven te stappen? Nee. Nee? Nee. Want? Nee, dat zou ik niet doen. Durft u niet? Nee. Absoluut niet. Want? Nou, ik ben zelf taxichauffeur geweest. En ik weet hoe precaire situatie je terecht kan komen. En ik vraag me af of Google dat allemaal onder controle heeft. Dan kunt u eens een voorbeeld noemen van wat je dan meemaakt en wat zo'n zelfsturende auto niet kan. Nou, vaak gebeurt dat door andere weggebruikers. Hè? Dat je dus heel snel je gezond verstand moet gebruiken. En ik vraag me af of dat technisch allemaal haalbaar is in een zelfsturende auto. Nee. Durf veel, maar dat durf ik niet. Geen vertrouwen in? Nee, absoluut niet. Nee. Hoe lang gaat het volgens u duren voordat er in Nederland volledig zelfrijdende auto's toe worden gestaan op de openbare weg? Ik denk dat dat echt nog wel 20, 30 jaar gaat duren. Ja, voor mijn gevoel moet dat echt nog heel veel stappen maken. Dat moet helemaal doorontwikkeld worden? Ja, voordat dat echt mogelijk gaat zijn. Ik denk dat dat echt nog wel even duurt. Daar maak ik niet meer mee. Dat weet u zeker? Dat weet ik zeker. 100 jaar. 100 jaar? Ja, 100 jaar. En dat maak ik niet meer mee. Dus, taxis zijn er al, dus ze zelf rijden. Oh, nou dan misschien 50 jaar. Ik weet het niet. Weet ik veel. Okay. Soms duren de dingen heel lang. Geen idee. Geen idee. Maar dan hoeft u lekker niet meer te sturen. Nee, ik ga met fiets. Ik maak er niet meer mee. U bent de derde al die dat zegt. Denkt u dat het nog zo lang gaat duren? Nou, omdat te veel onzekerheden in zitten. Kijk, er zijn heel veel apparaten die zelf heel veel kunnen. Dat is waar. Maar ik vind het wegverkeer, dat zelfstandig te laten doen door chips die erin verwerkt zijn. Nee, daar heb ik weinig vertrouwen in. Ja, machines, mensen kunnen fouten maken, maar machines ook, hè? Nou, eigenlijk niet. Als machines fouten maken, dan is dat omdat de mensen het niet goed geprogrammeerd hebben. Oké, maar bij een machine kan ook wat kapot gaan.
Dat is waar. Als mij een mens iets is, dan zegt hij, oh, ik stop even met een auto. Of een... Dat is waar. En zo'n zelfrijdende auto kan ook een klapband krijgen. Ik vraag me af hoe hij daarop reageert. Stelling van de week. De stelling van de week. De verregaande technologie in nieuwe auto's, die gaat ten koste van de privacy. Och, ik heb geen idee. Vast wel. Maar ik ben zelf niet zo privacygevoelig. Ze zullen vast van alles van me weten. Maar daar kan ik niet zo heel erg druk over maken. Mogen wij dan uw bankrekening en pincode? Ja, 9061. Als het betreft bijvoorbeeld dat Google precies weet waar je uithangt. Maar ja, dat is met je telefoon ook al het geval. En ik vind het aan de andere kant ook wel prettig. Want ik heb er een apparaat in zitten waarbij de ANWB mij continu volgt. Oké. Mocht ik tegen een boom aanrijden en ik geef geen reactie, dan wordt er automatisch dus een hulpdienst naar mij toegestuurd. En ze weten precies waar het is. Ik wist niet dat dat bestond. Ja, dat heeft de ANWB een apparaatje voor in de auto kunnen bouwen. Oké, dus mensen die dit zien op tv kunnen bij de ANWB zo'n apparaatje bestellen? Ja, kost een abonnementje, geloof ik, van een paar euro per maand. Goed, je veiligheid. En, maar die houdt ook de techniek in de gaten. Als ik bijvoorbeeld een wat te lage accuspanning heb, krijg ik daar ook een melding van. De verregaande technologie in de nieuwe auto's gaat ten koste van de privacy. Dat zou goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Kunt u een voorbeeld noemen waarvan u denkt, dat wil ik niet? Dat ze dus inderdaad kunnen zien waar je geweest bent, op welke tijd. En met wie je in de auto zat. En enzovoorts. Ja. Want u zit in de cocaïnehandel. Dan zien ze dat. Ja, dan zien ze dat onmiddellijk natuurlijk. Zeker ook aan mijn witte neusvleugels, hè? Sorry. Mag. Ik mag nooit lachen als ik dingen doe, maar hij is leuk. Ik leuk jouw lachen te maken. Ja. Lucky, zou jij in een zelfrijdende auto? Zou jij in een zelfrijdende auto durven rijden of in een taxi? Wat vind jij ervan? Zou je dat doen of durf je dat niet? Nee, dat doet niet. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schapers, Omen en Brabant Groen.